dat jullie weer kijken. Wij gaan vandaag een visgerechtje maken. Ik heb als vis zeetong. Hele lekkere vis. Laat ik dadelijk ook even zien hoe dat je hem schoonmaakt. En er komen wat mosseltjes bij en wat Hollandse garnaaltjes. En dan gaan we lekkere saus op basis van room en wijn maken. We gaan ook wat gemarineerde tomaatjes maken. Daar heb ik hiervoor cherry tomaatjes. Die gaan we even plisseren. Dat wil eigenlijk zeggen dat je het ontdoet van het velletje. Nou, ik heb de cherry tomaatjes. Dan maak je met het mesje maak je daar een klein kruisje in. Dan doe je ze eventjes onderdompelen 10 seconden in kokend water. En vervolgens laat je ze meteen even schrikken in koud water. En dan kun je het velletje er eigenlijk heel makkelijk zo van afhalen. Dan heb ik hier een soort van marinade gemaakt. Daar heb ik wat azijn, suiker en wat kippenbouillon. Daar heb ik een beetje verwarmd en daar gaan dus de geplisseerde tomaatjes erbij. Nou, de tomaatjes hebben we dus geplisseerd, zodat eigenlijk die marinade goed in de tomaatjes kunnen trekken. Dan gaan we een worteltje schillen. En die gaan we in julienne snijden. Dus dat zijn eigenlijk kleine reepjes. Even door drieën en dan plakjes ervan maken. En dan gaan we ze in reepjes snijden. En die gaan we dadelijk eventjes kort blancheren. En dan gaan we nog eventjes de lente uitsnijden. Eventjes de uiteindjes verwijderen. En die snijden we in chinoise. En dat is in ruitjes, dus dat snij je een beetje schuin weg. En dan gaan we nu even de tong bakken. En voordat we de tong gaan bakken, doen we hem een klein beetje droogdeppen. Anders krijg je heel veel spetters in de pan. En dan gaan we hem bakken in de roomboter. Nou, zeetong is natuurlijk best wel een prijzige vissoort. Je zou natuurlijk ook altijd kunnen kiezen voor een andere vissoort, bijvoorbeeld Pangasius of Atlantische tong, dat is ook wel lekker. Of natuurlijk de sliptongetjes, kun je er ook voor gebruiken. Deze gaan we even mooi bruin bakken. Dan gaan we de vis op smaak brengen met peper en zout. En dan blussen we hem af met een beetje citroen. Uit een halve citroen ongeveer. En dan gaan we de tongfiletjes leggen we eventjes op een plaatje of in een ovenschaaltje. Dan gaan we deze even verder garen in de oven. En van het braadvet kunnen we dan een saus gaan maken. Dan heb ik een beetje van het braadvet heb ik bewaard. Dan gaan we eventjes de champignonnetjes inbakken. En dan gaan de worteltjes erbij, die heb ik eventjes kort geblancheerd. En dan heb ik straks heb ik de mosseltjes, die gaan er dadelijk ook bij. Die heb ik even in wat kruiden en uien en groentjes gekookt. En het mosselvocht dat heb ik bewaard en dat kan hierbij. Dan gaat er een scheutje witte wijn bij. En dan laten we dit heel even staan totdat de groentjes een beetje gestoofd zijn. Ondertussen heb ik even de tijd om de mosseltjes te ontdaan van de schelp.
En dan gaat er nu een scheut kokroom bij. En dan kunnen we er ook wat Hollandse granaatjes bij doen. En de mosseltjes. En de lente-ui. De saus hebben we op smaak gebracht met wat peper en zout. En dan gaan we de vis fileren en het bordje opmaken. Nou, de zeetong is klaar. Dan wil ik jullie eventjes laten zien hoe dat je eigenlijk een zeetong heel makkelijk fileert. Ik hoor namelijk wel eens vaker van mensen dat ze hem eigenlijk liever niet voor thuis gebruiken of in een restaurant bestellen. Omdat ze niet goed weten hoe die fileerd moet worden. Maar het is eigenlijk heel simpel. Nou, ik heb daarvoor 2 lepels. En wat je eigenlijk gaat doen is aan deze kant de grader uithalen en aan die kant en eigenlijk de kop eraf halen. Nou, je duwt eigenlijk met de bolle kant van een lepel duw je de graden eruit. Dat doen we aan deze kant hetzelfde. Dan gaan we de kop eraf halen, die breek je gewoon zo. Nou, je begrijpt dat het natuurlijk belangrijk is om het op de goede wijze te doen, anders heb je constante graden in je mond. Nou, dan breek je hem op het. Je voelt eigenlijk voel je de graad zitten. Dan ga je met de lepel over het graad heen. En dan met de andere kant van de lepel tik je hem van de graad af. Doe je eigenlijk ook weer aan die kant. Je schuift hem eigenlijk als het ware van de graad af. En dan pak je hier het graadje vast. Dus je misschien een beetje meehelpen en dan als het goed is kun je hem eigenlijk er heel makkelijk zo vanaf halen. En dan zie je dat je 4 schone filetjes graadvrij hebt. Nou, dan gaan we nu verder met het bordje opmaken. Voor de opmaak van het bord laat ik de tongfilet heel. Omdat ik dat mooier uit vind zien. Maar dat mag je natuurlijk zelf weten of je dat wil. En dan gaan we wat van de saus overheen scheppen. En wat van de gemarineerde cherry tomaatjes. Ze smaken er natuurlijk net weer wat frisser bij. Dan heb ik wat mosselschelpjes bewaard. En dit alles doen we even afgarneren met een takje peterselie. En je hebt een heerlijk gerechtje met zeetong, mosseltjes en Hollandse granaatjes. Nou, ik hoop dat jullie het weer een leuk gerecht vonden. De recepten zijn weer af te halen op de redactie van Weer TV of bij restaurant Tos. Ik wens jullie veel kookplezier en tot de volgende keer.